dan is het wel belangrijk dat de nieuwe burgemeester voluit meedraait aan het begin van zo'n college. Vooral ook omdat dit college, en daar heb ik geen enkele zorg over, veel meer een team moet zijn dan het voorgaande college. Laten we even doorgaan naar een volgend moment. Was het vorige geen team dan? Vraag ik me nu af. Als u dat... Nou, ik heb het idee. En dat heb ik ook wel gemerkt. Nou was ik er wel bij het slot natuurlijk van dat college bij de laatste maanden. Maar ik had echt het idee dat ze iets te weinig met elkaar gewoon eens een keer een borrel hadden gedronken. Ja, en... Dat helpt namelijk... Je leert elkaar... Maar beïnvloedde dat ook het beleid uiteindelijk? Ja, als je elkaar niet goed kent. Als je de, laat ik zeggen, niet weet hoe een ander exact in elkaar zit. Je kunt veel meer van elkaar hebben wanneer je elkaar goed kent. Wanneer er echt een teambuilding is gedaan. Voor wat betreft het huidige college heb ik daar geen enkele zorg over. En het mooie voor de stad is dan dat de buitenwereld, die vaak weet hoe het binnen zo'n college zit, niet allerlei gaten kan schieten in, nou ja, in die verhoudingen. Want we wisten wel een beetje dat het vorige Amsterdamse college nou niet helemaal een team was. Ja, en hoe bedoelt u dat effect had op het beleid? Nou ja, het is, kijk, je maakt altijd beter beleid wanneer je echt elkaar kent, elkaar door en door kent, elkaar ook in die vreselijke terminologie overigens elkaar af en toe wat gunt. Elkaar snapt, de bewegingen snapt. Wat beweegt nou een bestuurder? Dat is toch belangrijk. Dus als je elkaar goed kent, gaat het altijd beter.